Holy shit! Bruh. Mijn naam is Link Tjogger, samen met Coco. Coco, doe de dans, de dans, doe de Coco dans, de dans, de dans, doe de Coco dans. De dans, de dans, doe de Coco dans. Ik heb geen idee wat Coco dans is. Wat ik wel weet is dat Coco er zelf weer bij is. Ah, Coco, kom eens hier. Want jij moet namelijk vertellen tegen alle kijkers dat jij super slecht bent in Pokémon. Ja, dat ben jij inderdaad. Ja, weet je hoezo? Want je met een hoed doet en een hoed doet kan helemaal niks. Maar het maakt niet uit. Je blijft een heel leuk, lief vogeltje. Are you ready to play some Pokémon? Want namelijk in de vorige episode hebben wij een minigame gespeeld. En dat was heel erg leuk. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. En dat gaan we snel nog een keertje doen. Maar niet nu. Alright. Onze Pokémon is nog steeds aan het sterven. Heel erg leuk. Dat ik vrij weinig ga doen. Ah, it survived. Poison. Poison fade away. Nice. Hoeveel HP heeft hij nog over? 1 HP. Nice. 1 HP. Nice. Nou, ja. Lekker. Yes. Yes, Coco. Yes. 1 HP, jongens. 1 HP. Holy shit. Oh, National Park. En ik zie daar dat zaadje. Je daar zit in. Oké. Hallo vrienden. Ik zie daar een poes op het bankje. Hallo poes. Poesje mouw. Kom eens gauw. Ik heb lekkere melk voor jou. En voor Coco helemaal niks. Want hij heeft de video nog niet afgeëdit. Dus je moet opschieten. Alright. Ik heb geen flauw idee waar ik heen moet. Echt gewoon. Echt niet. Nee. Echt niet Coco. Dus je mag ook gewoon wel je kop houden. Want ik weet niet waar ik heen moet. Maar dat ik wel weet is dat ik langs deze gamer kan lopen om hier een Pokeball te pakken. Look at this. I got a Soothebell. Ik hou van zoete bellen. They're my favorite bellen. Voor dat zeg ik wat te doen in het park, hè? Nee, helemaal niks. Coco, er is helemaal niks te doen in het park. Wel een hele mooie fontein hier, maar dat is het ook. We moeten toch naar route 36 toe, denk ik dan. Was het 36? Was het 36? Dat is de vraag. Was het 36? Was Coco was 36? Het was 36. Ik kijk een piemel. En ploep. En daar is een trainer. Jee, mocht tegen een trainer vechten komen. Yes! Leuk, zeggen we dan. Leuk. Dat de vorige aflevering heb ik iets van 3 Poco Battles of zo gehad in totaal. En voor rest alleen met minigames. Als je de video natuurlijk nog niet hebt gezien, dan moet je even eens kijken beneden in de beschrijving. Alright, we zijn weg tegen een Xatu. En een Xatu is best wel cool. We doen lekker een darker type. Ja, hoppakee, super effective. Hoppakee, kill hem in één keer. Ja hoor, Bacon is super sterk. Tegenstelling tot Coco Coco, die is fucking slecht. Maar dat tering geluid deed. Super vervelend. Salamence. Oh my god, dat meen je niet. Oh my god. Ik moet tegen mijn allerlaatste evaluatie. Ik ga dood. Ik ga dood. Jee, ik ben dood. Nice. Oh, hij flinched. Nice. Oké, nog een keer bite. Kom op. Doe hem damage. Ja, lekker. Hij doet. Oké, ik ben dood. Alright. We hebben nog 2 Pokémon killen. En we hebben nog geparalyzed Coco. Gaan we winnen, Coco? Nee, want je bent tering slecht. Hij doet bite. En dat betekent dat Coco Doto is. Godverdomme, Coco. Waarom ben je zo slecht? Waarom ben je zo slecht? Oké, HM Sled. Kom op, je kan het. Kom op. I believe in you, man. I believe. Ik ben dood. Godverdomme Coco. You had one job, Coco. You had one job. Wat ben je aan het doen? Je bent heel raar aan het doen. Ik heb geen idee wat jij aan het doen bent. Oké, moet je een kusje geven op je... Oké, gedaan. Nu blij of zo. Oké, doei. En we zijn weer terug in Golden Rod City. Yay. Dat betekent heel veel plezier voor Linktijger. Ja, ja. Oh my god. En dan loop ik hier en eer... Deze... Trainer, yay. Hey Kim, hey Picnicker Kim. Ik hoop dat je sterft aan Grumpik. Ik doe een bite op zijn motherfucking face en ik hoop dat hij sterft. Heel diep sterft. Want hij is een Psychic type en ik ben Dark type. En Dark sterk tegen Psychic. Want Psychic is dan heel erg slecht tegen. Hoppakee, bam, ik ben dood. Ik ben level up. Hoppakee, swag. Level 28 op je mik. Oh, Coco, doe eens even heel gauw even normaal. Oh, we moeten deze man... God, ik liep helemaal niet naar boven toe. Coco, wat gebeurt er? Moet ik nog een trainer vechten? Jee, leuk. Pa. Hij heeft 4 Pokémons. En deze is level 2. Waarom? Oh, zag je dat Coco? Dat zijn mijn special klieren die speeksel schieten. Cool hè? Oh, en Bacon is weer gepoisoned. Nice, dat was echt even nodig. Haha, ik deed het weer. Leuk hè? Ja, ik weet ook niet hoe het kan. Als ik ga gapen, dan heb ik ineens de ability om speeksel te schieten. En dat doe ik op Coco en het is leuk. Dat is leuk. Speeksel schieten op Coco is leuk. Ja, je wordt helemaal nat, Coco. Dat klinkt heel erg verkeerd. Ik weet niet eigenlijk, jongens. Kunnen jullie dat ook? Als je gaapt, dat je dan met je onderkant van je tong... dat je zeg maar daar het spiertje kan aanspannen... en dan je speeksel kan... Oh my god. Mag 10... Oh my god. Oké, ik ben niet dood, maar... Ik weet niet of... Kunnen jullie dat? Ik heb geen idee. Ik heb het ooit een keer gehad op school. Dan was er een meisje. En die deed dat. Die zei van, kijk wat ik kan. En toen deed ze letterlijk in mijn gezicht. En ik dacht bij mezelf van... Ten eerste, waarom... Doe je het? Ten tweede, waarom doe je het iemand in mijn gezicht? En ten derde, het was best wel kinky. Then I was like, you squirted it all over my face. En toen kreeg ik een beetje klep. Maar goed, Coco, let's go. Ah, het is een beetje opge... Oh, er was heel veel speeksel.
Heel veel speeksel. Serieus, dat is echt niet goed voor je. Al het speeksel schieten. Heel je microfoon gaat onder de speeksel zitten. En je vogel natuurlijk. Maar vecht hij tegen een Butterfree. En Butterfree doet absorben. En dat vind ik helemaal niet leuk. Want dat doet maar één damage, want ik ben een vliegtype. En ik doe pack, want ik ben super cool. Hoppakee, ik doe veel damage. Breng ik doe helemaal geen damage, maar dat maakt niet uit. Holy shit. Ik kan het steeds beter, maar holy shit. Dit keer komt er echt ontiegelijk veel uit. Holy shit. Sorry Coco. Maar als je het heel erg vond, was je wel aan het piepen. Hoppakee, Butterfree is dood of Beautifly. En ik zie dat mijn beeldscherm zelfs helemaal onder speeksel zit. Why do I do this? Heel, echt alles is onder. Echt gewoon helemaal alles, Coco. Waarom? Maar je bent wel level 12 geworden, Coco. Ik ben trots. Ik ben de trotste man. En ik heb zijn nummer gekregen. Nice. Maar nu is mijn Pokémon weer gepoisoned. Motherfuckers. Weet je wat ik gewoon doe? Ik gooi gewoon even bacon, gewoon even hier in. Oké, bacon, blijf heel lekker daar. Dan ga ik uit de PC en dan ga ik je nu weer uithalen. En dat betekent dat je bent gehield. Handig Pokémon trucje, jongens. Ik weet niet waarom ik het leuk vind, maar ik vind het gewoon leuk, oké? Okay? Don't judge me. En we zijn weer in het park ook. En dat betekent dat we nu weer naar rechts toe kunnen om natuurlijk naar dezelfde training te gaan. Om zo meteen weer te vernietigen. Alright, battle me, motherfucker. Een Xatu Xatu. Nou, weet je wat ik van jou Xatu Xatu vind? Een Dotu Dotu. Hoppakee, let's go. Go, go, go. Hoppakee, bite op je bakken, je bent dood. Alright, easy elo, easy life. En als het goed is, komt er nu een Salamence. Dat is mijn evaluatie. En nu ga ik hem gewoon killen. Want nu heb ik geen 1 HP. Hoppakee, kom maar op, hoor. Kom maar op. Thork is gewoon normal effective tegen hem. Aangezien natuurlijk een Dragon type is. Maar nog één attack en hij is neer. Let's go. Hij is neer hoor. En Coco is een beetje aan het slapen. Nee, dat zie je net niet. Maar hij doet steeds zijn oogjes dicht. Wat is het toch een cutie. En deze man heeft nog een Xatu. Hoe? Wat? What are the odds? Hoe is het mogelijk gek? Ah, oh, je bent een schattig als je gaat slapen, Coco. Je bent zo cutie, cutie, cutie. Ik ga Coco zo meteen pranken. Als hij zo meteen slaapt, ga ik in zijn gezicht gapen. Net alsof je water in iemands gezicht gooit als hij net aan het slapen is. Allebei super nare money. En Joey belt me. Joey, ga eens weg. Ik wou eigenlijk net gaan gapen. En dan zag ik ineens de ogen open gaan. Op het moment dat ik het wou doen. En dan ging ineens piepen van. Hey, what the fuck are you doing, man? Hey, kijk eens, Sudowoodo. Hallo, Sudowoodo. Hallo, mevrouw. De flower shop. Oh my god. Meen je niet? Ik moet helemaal teruglopen op een fucking... Oh my god. Of ik kan hier naar beneden toe. Laat me als jullie zeggen dat ik hier ergens heen. Goh, heb ik kat? Heb ik kat? Ik heb kat. Beter dat ik kat heb. Let's go. En ik ga met Pokémon vechten. Ik weet echt niet waar ik heen moet. Een Gligar. Gligar is wel op zich wel een coole Pokémon. Maar niet cool genoeg voor mijn team. Hoppakee, headbutt op de face. En ik ben weer gepoisoned. Godverdomme. Man. Waarom poisoned iedereen mij? Ik vind het niet meer leuk. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Alsof iedereen me dood wil hebben hier of zo. En Carnivine. Dat is echt een lelijke tevens Pokémon. En ik ember op mijn lekker. En Ember doet half AP damage. Nice. Lekker. Coco, stop eens met piepen. Dat vind ik niet lief. Oh, nou je vliegt weg. Oké. Okay. Maar Coco is ineens weg. Ah, prank. Ah, Coco is ineens weer om schaam. Hallo, Coco. Ik ben level 29 geworden. Ik ben goed. Ik ben tering goed. Kijk eens in het Pokéball. Wat zit erin? Er zit een Parasiel in. Geen potion nieuw. Jammer. Een Wigglytuff. Nog een lelijkere Pokémon. Waarom geven jullie... Waarom gunnen niemand mij een leuke Pokémon? Weet je, mijn team is al tering zwak. Gun me dan op zijn minst nog een leuke Pokémon. Wat is dit? Oh my god. Oh my god. En deze man is gewoon een trainer. Man. Waarom? Hij heeft een Growvel. Oké. Ik wil zeggen, mijn Growvel is sowieso beter dan de jouwe. Maar de mijne is maar level 5 en jouwe level 12. Dus dat bespaar ik je de moeite. Maar ik deed een Ember op jou. En je bent one hit kill. En ik heb nog mijn 11 HP. Omdat ik gepoisoned ben. En nu ga ik dood door de poison. Nice. Yay. 3 HP over. Nice. Super chill. Headbutt op de face. Jij bent dood. En ik overleef met 3 HP. Of ik ga dood nu door poison. Ik ga dood. Ga ik nu dood door poison? Nee, ik ga niet dood. Mooi. Alright. Dus ik, hij survived the potion. Nice, good job. En ik heb weer payback. Oké. Okay. Bacon heeft weer 1 HP. Nice. Dan mag ik weer naar het Pokémon Center. Yay. En dan vraag je misschien af. Link, hoe ver zijn we al opgeschoten met deze aflevering? Nou, dat zal ik je even vertellen, lief kijkjes. Helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Want hier willen wij heel eventjes met je praten. Hallo. Ja, ik wil heel graag iets van je hebben. Dankjewel. Een scroll bottle. Dankjewel. Nu mag ik heel de Pokémon weer teruglopen. Yay, dat is leuk. Maar eerst moet ik nog tegen een trainer vechten. En hij heeft een Natu. Natu is awesome. Ik vind Natu echt wel een coole Pokémon. We bijten gewoon zijn koentje kapot en dan is hij dood. Easy elo, easy life. Alright, weg met dit boompje en dan gaan we weer naar boven toe. Belle, boom, den, boompje. Hallo, boos en boompje. Hallo, hoe is het met jou? Ik ga even jou squirtelen. Hoppakee, gesquirt. Hoppakee. Hij houdt niet van de squirt. Oh, wat gebeurt... Hij valt me aan. Why do you do this, Sudowoodo? Sudowoodo! Kijk, dit is als Sudowoodo geen bijzondere Pokémon is, anders had ik hem al gevangen. Het bijt hem gewoon zijn koentje kapot. En hij doet Mimic. Oh, dat is best wel, eigenlijk best een goede aanval. Prank is hem niet goed. Hoppakee, maak hem maar dood hoor. Kijk eens aan, hij is... Oh, maar hij is niet eens... Hij is niet eens neer. Oké, Sudowoodo, ik ga één Pokéball op je gebruiken. Ga je het niet in, dan ben je niet meer van mij. Dan ga ik je doodmaken. Kom je er wel in, zit je in mijn team. Dat is de vraag. Gaat Sudowoodo in mijn team, Coco? Jij mag het zeggen... Oh, je hoeft niet eens meer te zeggen. Hij gaat niet in het team. Weet je, dan kan Sudowoodo ook gewoon maar de tering krijgen. Ik gebruik Rage, want ik ben
ben boos op jou. En dan ben je dood. Critical hit. Yeah, yeah. Nou, doe je bom, zijn bompje. Ah, that was fun. Inderdaad. Ik heb berry pots gekregen. Leuk, dankjewel. En ik krijg berries. Yeah, give me some berries. Een Oran Petcha. En dat zijn de berries die ik krijg. Oké. En hier zijn we al een keertje geweest. Dus dat betekent dat we de weg open hebben gemaakt. En nu kunnen we naar het noorden toe. En we doen het met op deze prachtige mooie boom. Want ik weet dat deze boom iets bevat. Even kijken wat erin bevat. Wat valt erin te bevallen? Het is natuurlijk de legendarische Pokémon hemzelf. Het is een Pineco. Ja, dat is logisch dat hij erin zit. Oké. Kijk, ik zie een tweeling staan. Is dit een double battle? Dit is eindelijk een double battle. Thank you. Let's battle. Tori en Til. Tori en Til, I'm going to kick your butts. Twins, Tori en Til. Oh, Coco, het is tijd voor een double battle. Laten we gaan. Hier, ik heb je nodig, Coco. Coco, ik heb je nodig. Coco, ik heb je nodig. Ik heb je nodig, schatje. Ik heb je nodig. Samen. Coco, samen gaan wij dit doen, ja? Samen. Oké. Samen met kijkers, ja? Oké, let's go. Ik zet jou hierop. Oké, Coco, wat is de zet? Waarom vecht Coco niet mee? Ik nergens op slaan. Oké, doen we een Ember op Metapod. En dan doe jij switchen met Coco. Dat is wel een battle met Coco natuurlijk. Want Coco is eindelijk bij Emmen. Kijk eens aan hoor, daar is die man. En ik doe een Ember op die Metapod. En hij is neer. Ik weet eigenlijk niet waarom ik op Metapod deed. Want Metapod is best wel useless. Maar desondanks hebben wij wel XP. En Heimstead is zelfs level 6 geworden door die XP. Leuk voor hem. Het is tijd voor een Ember op deze Volbeat. En jij mag lekker een hypnose doen op Volbeat. Voor het geval dat hij het overleeft. Maar ja, voor het geval is niet van toepassing, want hij is dood door een critical hit. Super effective attack van Ember van Bacon. He is legend. Wait for it, Derry. HM staat level 7. Holy shit. Hij is zelfs level 8. Oké, nice. Goed gedaan. Ik ben trots. Heel leuk. Ik wil jou niet eens levelen, maar dat maakt niet uit. Ik word net gebeld door Walt. Stop eens met bellen, Walt. Ik vind het heel erg vervelend. Oké, als het goed is, is dit ook een dubbel battle. Ja hoor, dit is een dubbel battle. Yeah. Ik ga wel boos worden als Coco nu weer niet naast me staat. Oh mijn god, het zijn gewoon twee dezelfde vrouwen. Twee dezelfde vrouwen, Coco. We hebben het. Kunnen dubbel daten. Ze hebben een Sableye en ze hebben een Giraffe. Ze hebben een Yoast. Uit ervaring weet ik dat die Yoast natuurlijk Psychic type is. Wat dus betekent dat ik natuurlijk even een lekker bijtje op hem doen. Dus een Dark type attack. En dat is goed de effect heeft tegen een Psychic type. So I'm good. I get good. M staat zelf 9. Ik wil jou niet eens trainen, man. En Coco is level up. Nice. Level 13, ongeluksgetal. En hij leert Uproar. Yay. Goeie aanval, man. Oh yeah. We hebben hem geleerd, hoor. Die fucking Uproar. En hij doet Nightshade. 50 Shades of Grey. Oh my god. Doet zoveel damage. En het is een smoesje. En ze vallen ook op psychic tijd. Dat is heel erg mooi. En dan doe ik hier lekker een hypnose op die Sableye. Hoppakee, bite op die motherfucker. One hit kill. En natuurlijk hopelijk een hypnose nu op Sableye. Zodat zometeen Bacon niet doodgaat. Wat zeg ik Bacon? Het is gewoon één keer Bacon. Maar het geluid zo kloten. Oh my god, hij de Fury. Oh, op Coco. Kom op Coco. Je kan het overleven. Coco, je gaat overleven, ja? Je gaat overleven. Oké, overleven. Ja. Lief. Ja, goed zo. Lief doen. Lief sabbelen. Je gaat trouwens bijna dood. Je bent 5 keer geraakt, fucker. Maar hij doet wel hypnose op hem. Goed gedaan, Coco. Heel erg nuttig. We doen een bijt op hem. Kijk eens aan. Oh, half AP. En hij is nog steeds aan het slapen. En Coco komt nu met een pekkie. Heel veel damage. Goed gedaan, Coco. Ik ben heel trots op je. Dankjewel voor je inzet. Alright, er komt nog een bijtje. En hij is dood, Coco. We hebben hem gewoon vermoord. En er komt nog één Pokémon. En dan gaan wij even kijken of wij het overleven. Maar MZ is wel level 10 geworden. Yay, goed gedaan, man. Het is een Apon. Yay, leuk. Nou, in ieder geval doe ik een headbutt op de face. En ik doe gewoon lekker een hypnose op Apon. Voor het geval dat hij misschien overleeft en Bacon killed. Kijk eens aan. Oh my god, dat AP. Hij doet tikkel. Ik vind dat niet leuk. Niet leuk. Hypnose. Jij gaat lekker slapen. Ik hou er niet zo van als de mensen me gaan tikkelen. Kito. Coco, ik ga je kietelen. Ah, we gaan lief doen, hè. Lief doen. Ah, ja, lief. Goed zo. Alright, we doen een rage attack op hem. En hij is neer. Hoppakee, we hebben het gewoon gedaan, Coco. We hebben het gewoon gedaan. Yay, victory for us. Kunnen we eindelijk het kutgeluid misschien stoppen, hoop ik. Yay, het stomgeluid is gestopt. Goed gedaan, Coco. Mwah. En de game is gebukt. Oh my fucking god. Are you fucking kidding me? Ik heb niet opgeslagen. Nee. Oh my god. Er wordt in me gescoord. Nee, we zijn al een Pokémon. We zijn al een Pokémon. We zijn al niet op goal.